Welkom bij aflevering 2 van de Opel Karl Challenge. Dit keer testen we de ruimte van de nieuwe aanwinst. Zoals je ziet passen alle attributen in de Karl. Welk team kan de ruimte achterin optimaal benutten en laat zo min mogelijk items staan? Laten we kijken hoe het eerste duo zich ervan afbrengt. Bestaande uit Elvis Manu en Terrence Congolo. Anderhalve minuut de tijd dus om zoveel mogelijk spullen in te laden. Ella. Maar dan moet je de ruimte wel optimaal kunnen opzoeken. Nu voor, let's go. Je moet voorin zitten. Dat mag niet. Dit gaat nou echt niet passen, man. Voetballen staat nou ook niet. Nee. Maar dat is toch logisch, als je moet autorijden, gaat het ook niet zo rijden. Ja, maar dat is niet gezegd. 6 strafpunten, dus we gaan snel verder met team 2. Bestaande uit Wessel Dammers en Jean-Paul Boetius. Kijk, heel slim. Gelijk beide bankdelen platgooien en volladen. Hé joh, wacht, dit kan het hier. Goed inzicht, snel gewerkt, maar toch ook 2 items laten staan. Kans dus voor de lijstaanvoerders om verder uit te lopen. Bilo Bassasikoglu en Jens Torenstra zijn aan zet. Net als Boetius en Dammers gebruiken ze de tassen slim en maken ze optimaal gebruik van de 5-deurs Karl. Hallo. Zo, dat is duidelijk. Binnen de tijd en alles ingeladen. In deze vorm blijven Bilal en Jens lekker uitlopen op de andere 2 teams. En voor Elvis en Terrence is er veel werk aan de winkel. Maar binnenkort de grote en allesbeslissende finale. Een race over het parcours waarbij extra punten te verdienen zijn. Wil jij kans maken op de nieuwe Opel Karl? Koop dan het Feyenoord shirt en activeer jouw actiecode op opel.nl/Feyenoord.